En dan gaan we nu kijken naar de bronzen gewicht. Bronzen kampen in de categorie tot 86 kilogram. Merkevicius, die we daar net al aan het werk zagen, met de witte gordel tegen Ryan Olson, 23-jarige Amerikaan. En ook dat is enigszins verrassend, een Amerikaan in dergelijk stadion van een wereldkampioenschap. Want Amerikanen zijn toch ook niet echt de meest gerenommeerde judoka's. Op een paar uitzonderingen na, zoals Pedro of Morris, zijn er niet heel echt toppers. Jimmy Pedro, inderdaad. Maar die Amerikanen hebben, die Olson hier, hebben toch al een paar keer op de internationale toernooien opgemerkt als een zeer stevige, solide vechter. En hier heeft hij waarschijnlijk een klap tegen zijn hoofd gekregen. Maar zonder erg. Dus die Amerikaan heeft zeker zijn kans in dit bronzen medaillegevecht. Algimantas Merkevicius komt uit de herkansingen. En zoals ik daarnet al zei, is dat al altijd moeilijk. Maar wie gaat nu? Yuko. Maar de vraag is in dit geval toch ook weer wie gaat hem krijgen, denk ik. Is de Amerikaan? Normaal gezien wel, ja. Hij pakt op de gordel. En dan draait hij zijn tegenstrever door. Dat was juist. Alleen misschien die Yuko zelf. Maar ja. Het was toch weer zo'n twijfelgeval van wie neemt nu over, wie neemt nu op het eind de controle. Ja, je zegt die Amerikanen met de rug naar de mat gaan, maar het was toch wel juist. Een poging van een schouderbeweging van de Litouwer. Merkevicius. Tweede in het toernooi van Parijs, zevende vorige keer op het wereldkampioenschap. Als hij deze kamp verliest, is hij al vijfde. Dus dat is toch wel iets beter. Dus over 4 jaar staat hij in de finale. Als dat waar zou zijn, zou mooi zijn. En hij draait goed in, die Merkevicius. Hij is wel tamelijk klein toch voor de min 86 kilo. Maar het is wel één blok spieren. Ook niet gemakkelijk om te bekampen als je groter bent. Hier is het gevaar. Ze proberen beide te tillen, maar de Amerikaan had goed op de rug vast. En kon de beweging controleren. Kamp die goed in evenwicht zit eigenlijk. Ja. Beide geven de indruk van er te voor willen gaan, ja. Van er inderdaad te voor willen gaan en ook in staat te zijn de ander te kunnen gooien. Ja, de Litouwer met zijn kleine, korte, snelle schouderbewegingen en de Amerikaan met zijn lange benen die overal probeert achter te haken. Dus alles is mogelijk in deze wedstrijd. Maar voor de moment, de Amerikaan op voorsprong met Yuko. Brian Olson. En hier gooit hij zich eronder. Overigens kwamen ze elkaar ook tegen op de Olympische Spelen in de tweede ronde. Merkevicius en Brian Olson, en toen won Merkevicius. Ik weet niet precies meer op welke manier. Maar Olson kan daarvoor dus nu revanche nemen. En Olson, van als hij voelt dat deze trever hem te goed controleert, laat hij zich ook op de buik vallen, wat tactisch goed gezien is. Dat kan je een keer of twee doen. Als noodrem. Maar toch niet te veel. En er weer mooi onder. En de Amerikaan recupereerde goed. Draaide volledig door op zijn knieën. Leek heel even de controle kwijt te zijn, maar herstelde vrij vlug. Ja. Goeie reactie van Brian Olson.
Dat is ook belangrijk, hè. Dus niet zoals we dat net zagen met Reiter, niet alleen goed worpen kunnen aanzetten, maar ook goed kunnen uit wegdraaien. Want als je rap meekomt en niet reageert, ja. Merkevicius vraagt een bestraffing voor Brian Olson. Dat is wel te snel gevraagd, denk ik. Maar Merkevicius nu toch de meest aanvallende, vind ik. Ja, dat, ja. Dat wel. Maar zijn nadeel van Merkevicius is dat hij kleiner is, dus hij gaat altijd in die benen. En dan geef je echt niet de indruk dat je domineert. Hè. Dus het zijn altijd de langere, als die van boven pakken, die de indruk geven dat ze domineren of toch de wedstrijd in handen hebben. Alhoewel dat de Amerikaan hier toch wel een beetje gaat lopen. Hè. Maar die indruk krijg je niet, omdat hij hoger staat. Algimantas Merkevicius. De Litouwse coach maakt zich boos, vraagt een bestraffing, maar die komt er niet. Op 1 minuut en 12 seconden. En de kamp valt een beetje stil. Ja, toch wel moeten opletten met al dat vallen op zijn... zijn knie. Nu het grondwerk. Wat gaat Olson daar doen? Gaat hij daar iets proberen? Merkevicius weet dat het tijdverlies is. En de Amerikaan had niet liever gehad van een beetje door te werken op de grond natuurlijk. Nog een minuut. Een minuut kan toch zo lang zijn. Als je zo afziet. En hier is hij toch wel echt klein aan het vechten. De Amerikaan. Maar als hij bestraft wordt nu is het toch een Judo. Judo voor Merkevicius, dat betekent twee kokas. Judo voor Olson liever. Ja. Twee kokas voor Merkevicius, maar Olson is nog altijd met een yuko op voorsprong. Nu is de Amerikaan constant onderdoor aan het duiken. En dan moet hij toch niet te veel meer doen. Dan staat hij op achterstand. Ja. Dat is, nu probeert hij dus door het einde nog een beetje een duw bij te geven. Door de indruk te geven dat hij toch werkt, maar hij heeft zich weer op zijn buik laten vallen. Komt er nog een bestraffing voor Olson of niet? Olson gaat in de aanval en scoort niet, want de aanval is buiten aangezet. Op de andere tatami heeft de Italiaan Monti het brons gepakt door de Oekraïner Mashurenko te verslaan. Niet even voor de statistieken, Olson. Ja, Olson gooit zijn been er constant tussen als Merkevicius iets probeert. Nog 17 seconden, het zal ervan afhangen. Of er een bestraffing valt. Ja. Ja. Eén scheidsrechter wuift het weg. Ja, ze allebei wuiven ze het weg. Ja. Dus geen bestraffing en Olson dus toch nog op voorsprong. Nochtans, ja. En nu Merkevicius met een aanval. Dit is, ja, weer het been ertussen steken om eruit weg te gaan, maar het is geen ontvluchten van de kamp. Dus dat... Dit ook niet, want ja, Merkevicius... geeft Olson nauwelijks de kans nog om... Ja, maar dat is tactiek natuurlijk, hè, om Olson in de fout te duwen. Maar het is te laat. Ik denk het ook. Nog 3, 2, 1. Krijgt hij nog een bestraffing of niet? De Litouwse coach vraagt het. En? Wat gaat er gebeuren? Geen bestraffing en Olson pakt het brons. Merkevicius is zeer ontgoocheld. Begrijpelijk. Maar toch een mooie medaille voor de Amerikaan. Brons op een wereldkampioenschap. U ziet maar aan de reactie van de Amerikaan hoeveel een bronzen medaille waard is op een wereldkampioenschap. Dus onderschat niet wat Ola Werbroek gisteren alweer gedaan heeft. Dat is waar. Er zijn veel mensen die doodgelukkig zijn met die bronzen medaille. En we kunnen ze begrijpen. En ook Ola Werbroek was daar zeer gelukkig mee overigens. Jean-Marie de Dekker zei trouwens vandaag nog, ja, mocht ze meer gehaald hebben, zou het eigenlijk niet echt rechtvaardig geweest zijn voor mijn sport, want ze heeft te weinig kunnen trainen. Ze heeft na de Spelen te veel gefeest en daarna door blessures te weinig getraind. En als ze dan, ja, met zo weinig training toch meer zou halen, dan zou ik dat misschien toch wel een beetje onrechtvaardig vinden voor de sport. Voor iedereen die daar dan hier zie je die yuko van de Amerikaan. Dus je ziet hem met de rug naar de mat gaan.